Bijna een jaar lang maak ik al video's over beleggen en persoonlijke financiën. En ook bijna dagelijks krijg ik berichten van mensen die willen starten met beleggen of net begonnen zijn met beleggen. En heel vaak komen dezelfde vragen terug en worden ook dezelfde fouten gemaakt. Daarom heb ik in deze video 5 tips voor de beginnende belegger. Hey, mijn naam is Tim van langzaamrijker.nl. Op dit kanaal houden we beleggen en persoonlijke financiën simpel. Zoals ik al zei, in deze video 5 tips voor beginnende beleggers. Waarom? Ik zie heel vaak dezelfde fouten terugkomen. Mensen die tegen dezelfde punten aanlopen. Dat vind ik helemaal niet erg om iedereen één voor één te bespreken natuurlijk. Maar het leek me goed om die punten eigenlijk in een video samen te vatten. Deze video dus 5 tips voor jou als starter. Als je wilt beginnen met beleggen, maar nog niet begonnen bent. Of als je net begonnen bent met beleggen en misschien een aantal maanden bezig bent. Gaan we meteen naar de eerste tip. En de eerste tip is om realistische verwachtingen te hebben. Wat ik merk is dat gelukkig het grootste deel van de mensen realistische verwachtingen heeft, maar ook een klein deel van de mensen onrealistische verwachtingen heeft. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Dat zijn mensen die mij een bericht sturen en zeggen, hey Tim, ik wil gaan beleggen. Ik heb een x bedrag, bijvoorbeeld 5000 euro, dat wil ik investeren in aandelen. En over een paar jaar, bijvoorbeeld 3 jaar, wil ik daarvan een huis gaan kopen. Dat betekent niet dat ze meteen denken dat die 3000 euro 300.000 euro wordt. Maar ze gaan er wel vaak vanuit dat ze in die 3 jaar een mooi rendement, een mooie winst kunnen maken. Nou, dat is heel belangrijk om daar goed bewust van te zijn. Wat zijn nou realistische verwachtingen als je gaat beleggen? Voordat ik er iets over zeg, allereerst natuurlijk dat ik ook niet in de toekomst kan kijken. Dit is ook geen financieel advies, maar we kijken gewoon terug naar wat beleggingen de afgelopen tientallen jaren hebben gedaan. Als je daarnaar kijkt, dan kun je zeggen dat je zo tussen de 5 en de 10% rendement per jaar gemiddeld zou kunnen behalen. Maar het is wel zo dat dat een gemiddelde is. Er zijn dus jaren waar je misschien wel min 25% rendement hebt en misschien wel jaren waar je plus 30% hebt. Gemiddeld gezien zie je dat de aandelenbeurs constant blijft groeien. De vraag is of dat in de toekomst ook altijd blijft gebeuren. Ik ga daar in mijn geval wel van uit. Als dat niet zo is, ja, dan heb ik natuurlijk een bittere pil. Dat zou betekenen dat mijn beleggingen minder waard worden. Maar daar gaan we niet van uit. Maar een gemiddelde is een gemiddelde, zoals ik al zei. Dus wat daarbij belangrijk is, dat je voor een lange termijn gaat beleggen. En ook uitgaat van rendementen voor die lange termijn. Ga dus niet vanuit als je nu 5000 euro investeert, dat het over 3 jaar per se meer waard is. Dat zie je dus heel vaak. Mensen die zeggen, ik heb nu een bepaald vermogen vrij. Ik woon bijvoorbeeld bij mijn ouders, dat wil ik nu beleggen. En over een paar jaar wil ik een huis gaan kopen en dan wil ik het geld weer uit gaan halen. Weet dat er een mogelijkheid is dat je op dat moment gewoon onder water staat. Dat jouw investeringen minder waard zijn geworden. En op het moment dat je dan jouw investeringen eruit haalt, dat kan natuurlijk, dan krijg je gewoon je geld. Alleen dan is dat geld minder waard en dan neem je eigenlijk je verlies. Het liefste zou je dus willen beleggen voor een lange horizon. Dus voor een lange termijn, bijvoorbeeld minimaal 10 jaar of misschien nog wel langer. Dat is in ieder geval mijn visie op beleggen. En weet ook dat de rendementen ja, niet per se gigantisch hoeven te zijn. Als je op de lange termijn belegt, kun je daar uiteindelijk een heel groot vermogen mee opbouwen. Maar wat je ook zult zien is dat dat vermogen op het begin maar heel erg klein beetje groeit. Als we kijken naar zo'n gemiddelde. Hè. Dus het kan zijn dat je verlies maakt in een bepaald jaar. Maar stel je maakt bijvoorbeeld 7% rendement per jaar over een periode van 30 jaar. Dan zul je op het begin nauwelijks groei van jouw vermogen zien. Als jij dan bijvoorbeeld 1000 euro investeert, dan heb je aan het eind van het jaar 70 euro vermogen opgebouwd. Dus 70 euro rendement verdiend. Nou, dat is natuurlijk niet zoveel. Hoe langer je gaat beleggen, hoe groter dat wordt vanwege compound interest. Als je daar interesse in hebt, als je daar nog niet alles over weet, kijk even de video die ik hierboven link. Dat gaat over rente op rente. Maar weet dus dat jouw rendementen op het begin heel erg klein zullen zijn. Beleg alleen geld wat je voor de lange termijn kunt missen. En weet dus wat realistische verwachtingen zijn voor de markt. Tip 2 is om van tevoren, voordat je gaat beleggen, een doel bepaalt. En dat je een strategie bepaalt hoe je naar dat doel gaat werken. Je ziet dat, nou ja, ik kan geen percentage noemen, maar ik zou bijna willen zeggen 90% van de beginnende beleggers gewoon begint. Overigens ben ik ook gewoon begonnen. Ik had ook geen doel en geen strategie van tevoren. Maar ze beginnen gewoon, ze kopen wat aandelen, heel vaak Facebook of Tesla of Apple, omdat ze ja, daarvan hebben gehoord. Omdat het tech is, wat nu booming is. Zonder er echt over na te denken, zonder te weten waar ze naartoe gaan werken. En mijn tip zou dan ook zijn om voordat je echt gaat investeren, eerst een doel te bepalen. Waar wil je naartoe werken? Wat is jouw uiteindelijke doel? En hoe ga je dat doel bereiken? Kun je daarvoor het beste groeiaandelen nemen met een wat hoger risico? Wil je misschien gaan dividend beleggen? Nou, er zijn allerlei verschillende manieren. De ene manier heeft een hoger risico en een hoger potentieel rendement, maar ook een hoger potentieel verlies. De andere manier heeft misschien een wat minder rendement, maar ook een minder potentieel verlies.
Dus de ene manier gaat wat langzamer, is wat veiliger. De andere manier kan wat sneller gaan, maar is een stuk minder veilig. Daar moet je goed over nadenken voordat je begint met beleggen. Nou weet ik niet per se hier meteen mijn training chillen, want daar ben ik niet zo van. Ik benoem hem ook niet vaak, maar mocht je hier interesse in hebben en wil je beginnen met beleggen, ik heb samen met Ruud van een passief inkomen een training gemaakt. Linkje staat hieronder in de beschrijving. En nou, daar hebben we het dus over deze onderwerpen. Daarbij helpen we je ook om een doel te bepalen en om een strategie te bepalen om naar dat doel toe te werken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je echt een beginner bent, overweeg dan om die training te volgen. Ja, het kost geld, maar ik denk ook dat je heel veel geld kan besparen doordat je geen domme fouten maakt. Als je dan denkt, die training, dat zal allemaal wel, dat zal me een worst wezen. Ook even goede vrienden, op YouTube deel ik natuurlijk ook heel veel informatie. Bekijk dan zeker deze video's. Maar ik denk dat de training beginnende beleggers wel echt kan helpen, omdat we stap voor stap door de materie heen gaan. Op YouTube is het toch een verzameling van heel veel video's waar je dan je eigen conclusies uit moet trekken. En zo'n training kan je helpen om te beginnen met beleggen. Nogmaals, ik wil die training echt niet in iedere video chillen en constant in je gezicht duwen. Ik benoem hem niet in iedere video, maar bij deze ben je beginnende belegger. Wil je aan de hand genomen worden hoe je het beste kunt beginnen met beleggen? Klik hieronder even op de link en vertellen we meer over die training. Puntje 3 is misschien wel het allerbelangrijkste en dat is het herkennen en ook in de hand hebben van je emotie. Emotie is echt de grootste rendementkiller op de beurs. Je zult zien dat emotie enorm met je gaat spelen, zeker op het begin. En die moet je eigenlijk de baas worden. En ik durf wel te zeggen dat er mensen zijn die al jarenlang beleggen, die nog steeds niet die emotie onder controle hebben. Misschien al een aantal jaren hele mooie rendementen maken, maar dan in één klap al die rendementen weer verliezen omdat ze toegegeven hebben aan die emotie. Er zijn er eigenlijk twee termen die vaak benoemd worden. Dat is FOMO en FUD. FOMO staat voor Fear of Missing Out, oftewel bang om de boot te missen. En FUD staat voor Fear, Uncertainty and Doubt. Dat betekent eigenlijk bang zijn om veel verlies te maken. Hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Eigenlijk twee dingen. Ten eerste, met FOMO zorg ervoor dat je gewoon niet het hoogste rendement van iedereen wil behalen. Wat je ziet is op dit moment in ieder geval dat aandelen zoals Nikola, Tesla, Workhorse, dat soort aandelen, die zijn immens populair. Daar heeft iedereen het over. En dan verwacht ook iedereen dat je inleg kunt vertienvoudigen, dat je enorme rendementen kunt behalen. Nou, als je dat maar vaak genoeg doet, dan ga je gewoon al je geld verliezen. Omdat je op die manier gewoon investeert in hele risicovolle aandelen. Ik zeg niet dat je nooit in risicovolle aandelen mag investeren. Ik doe het ook wel eens, maar ik doe het met een klein percentage van mijn portfolio. Omdat ik gewoon weet dat ik een gemiddeld rendement wil behalen. Mijn doel is gewoon op de lange termijn een gemiddeld rendement te halen. Het gemiddelde van de totale markt. Ja, daar ben ik tevreden mee. Dat is mijn doel. En daarnaast investeer ik met een wat kleiner bedrag in dit soort bedrijven. Gewoon om het wat leuk te houden. Omdat het ook een soort hobby van me is. Maar dat doe ik dus met kleinere bedragen. Tweede punt. FUD. Dus Fear, Uncertainty and Doubt. Het belangrijkste daarbij is gewoon dat je accepteert dat je ook verliest. En eigenlijk altijd verliest. Ik heb daar eerder ook een video over gemaakt. Zal ik ook even hierboven linken. Die gaat over het feit dat goede beleggers losers zijn. Nou, waarom zijn goede beleggers nou losers? Dat komt eigenlijk omdat je het nooit precies kunt timen. Dus als jij een aandeel wilt kopen omdat die daalt, goedkoper wordt, dan koop je hem. Maar dan zul je zien dat de koers 99 van de 100 keer nog een stukje verder daalt voordat hij weer gaat stijgen. Je hebt dus niet precies op de bodem kunnen kopen. En andersom ook, op het moment dat jij een aandeel verkoopt en dat je denkt, nou, dit is zo'n mooie prijs, ik wil nu het aandeel verkopen, zul je 99 van de 100 keer zien dat het aandeel uiteindelijk nog wat verder doorgroeit. Dan zou je denken, ik heb hem bijvoorbeeld voor 15 euro verkocht, ik had hem ook nog wel voor 16 euro kunnen verkopen. Dat voelt alsof je verloren hebt, terwijl je misschien wel een hele mooie winst hebt gemaakt. Daarom is het belangrijk om ermee om te kunnen gaan en ervoor te zorgen dat jij gewoon een goede loser bent. Dat jij met die negatieve emotie om kunt gaan en weet dat je niet het allerbeste eruit hebt gehaald. Niet het maximale, maar ook weet dat dat niet mogelijk is en dat het prima is. Omdat je gewoon een mooi rendement hebt, een mooie winst hebt gemaakt. Tip 4 is om gelijkgestemden op te zoeken. En ik heb een beetje een hekel aan het woord gelijkgestemden. Ik krijg er altijd kriebels van. Maar met gelijkgestemden bedoel ik dus mensen die net zoals jou interesse hebben in beleggen. Het liefst dan ook mensen die een beetje hetzelfde doel als jou hebben. Misschien in dezelfde leeftijdscategorie. En om met die mensen gewoon in gesprek te gaan. Je kunt van elkaar leren. Je leert niet alleen skills van elkaar. Je kunt het ook wel hebben over verschillende producten bijvoorbeeld. Nou, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Persoonlijk, toen ik begon met beleggen, was er vrijwel niemand in mijn omgeving die zich echt veel met beleggen bezig hield. In ieder geval niet op de manier hoe ik wil beleggen voor de lange termijn. En daarom heb ik destijds
naast het YouTube kanaal ook een Discord chat geopend. Discord chat is een chatprogramma waarbij we op dit moment met zo'n 1500 mensen in één groep zitten, waar we dagelijks over de markt praten. Mocht je daar interesse hebben, dan ben je zeker welkom. Linkje staat ook onder deze video. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon fysiek zijn. Dus op het moment dat jij vrienden om je heen hebt of familie die hier ook mee bezig zijn, zorg dan dat je gewoon af en toe eens afspreekt en over deze onderwerpen praat. Om zo samen conclusies te trekken, ook samen weer van elkaar te leren. Mijn ervaring is dat het gewoon heel erg goed werkt. Ik heb ook veel reacties gehad van mensen die in Discord zitten. Die zeggen, de Discord heeft me al best wel veel geld opgeleverd. Of ook misschien wel verliezen voorkomen. Omdat ik bepaalde gedachtegangen had die ik heb geleerd om die te onderdrukken. Hè, FOMO en FUD, waar ik het eerder over had. Dat zijn dus manieren om uiteindelijk beter te worden als belegger. En uiteindelijk ook een hoger rendement te behalen. De laatste tip, tip 5, is ook heel erg belangrijk en dat is beleg alleen met geld dat je kunt missen. Je hoort het wellicht wel vaker en toch gaan er heel veel mensen de fout in. Ze beleggen soms met een te hoog bedrag. In een andere video heb ik wel eens een voorbeeld gegeven van Marco van Basten. Marco van Basten heeft bij de promotie van zijn nieuwe boek boekjes over gedaan over zijn verleden. Die vertelde dat hij uit mijn hoofd zo'n 23 miljoen euro bij ABN heeft laten beleggen. Nou, toen vond 9/11 plaats, de aanslag op de World Trade Centers. Toen ging de stockmarket omlaag, dus de aandelenbeurs die kakte eigenlijk in. En toen raakte hij in paniek. Toen had hij ook dus last van FUD, last van fear, uncertainty en doubt. En daarbij heeft zijn vermogensbeheerder ABN aangegeven, nou houd nou maar gewoon eventjes vast. Het komt wel weer goed. Maar Marco van Basten die raakte zelf in paniek. Die zegt, nee, nu is mijn geld nog iets waard. Ik wil het nu verkopen voordat het helemaal niks meer waard is. Toen heeft hij met een heel groot verlies verkocht. Als hij dat geld overigens had vastgehouden, had hij nu vele malen meer vermogen gehad. Maar goed, dat terzijde. Het laat eigenlijk namelijk zien dat Van Basten dus met te veel geld heeft belegd. De zin die hij aangeeft, hè, nu is het nog iets waard, nu kan ik het er nog uithalen. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat betekent dus dat hij een vermogen erin heeft zitten wat hij niet kwijt wil raken. En natuurlijk wil je ook geen geld kwijtraken. Maar je moet er wel zo in staan dat het geld dat jij op je beleggersrekening hebt, als dat morgen in één keer kwijt zou zijn, als dat in één keer weg zou zijn, dat dat prima zou zijn. En dat klinkt heel simpel, hè, prima. Zo simpel is het misschien niet, maar je zult er niet, slechter van leven. Dus dat betekent niet als jij bijvoorbeeld 20.000 euro op een beleggersrekening hebt staan, dat jij bijvoorbeeld geen woning meer kunt kopen. Of dat jij bijvoorbeeld niet voor de studie van je kinderen kan betalen, et cetera. Daar moet je rekening mee houden. Je moet dus bereid zijn om het geld te verliezen. Niet omdat je het geld per se gaat verliezen, maar puur om jouw emotie onder controle te kunnen houden. Ook als het wat slechter gaat, kun je dan gewoon cool blijven. Omdat het geld is wat je kunt missen. En er is geen man overboord als dat geld een hele tijd lager staat. Dus een hele tijd minder waard is dan dat je hebt ingelegd. Geen man overboord, je kunt het gewoon laten staan. Je hebt het geld niet nodig en op de lange termijn komt het dan uiteindelijk vast alweer goed. Een bonus tip die ik daar nog bij wil geven, tip 5,5 misschien, is om een emergency fund op te zetten. Dus dat is een soort reserve spaarpotje met een bedrag waarvan je zou kunnen leven. Stel jouw auto gaat kapot, je wasmachine gaat kapot, je raakt je baan kwijt. Wat je niet wil is dat je helemaal geen spaargeld hebt en dat je meteen aanspraak moet doen op je beleggingen die dan misschien wel in de min staan. Nee, dan wil je dus een potje hebben waar je dan aanspraak op kunt doen. Hoe groot dat potje moet zijn, ja, daar zijn hele grote discussies over. De een vindt het een en de ander vindt het ander. Veel zeggen mensen bijvoorbeeld 6 maal je maanduitgaven. Dus heb je bijvoorbeeld uitgaven van 2000 euro per maand, dan zou je 12.000 euro op een spaarrekening kunnen zetten. Puur gewoon voor het moment dat je geld nodig hebt, dat er een noodgeval is, een emergency is, je raakt dus je baan kwijt of je rijdt je auto in de prak. Dat je in ieder geval aanspraak kunt maken op dat geld en dat je niet die aandelen met een verlies hoeft te verkopen. Dat is nog een extra tip die ik zou willen meegeven. Deze 5,5 tip dus zijn voor beginnende beleggers. Ik ben heel benieuwd of je hier iets aan hebt gehad. Zo ja, laat even een bericht achter in de comments hieronder. Heb je andere tips? Dat kan natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk nog veel meer tips. Laat ze ook even achter in deze comments. Dan kunnen we alleen maar van elkaar leren. Mocht je de video nou interessant vinden en mocht je er iets aan gehad hebben, geef even een duimpje omhoog. En dan hoop ik je terug te zien bij een van mijn volgende video's. Tot dan!